Ciao bellas, ciao bellas. Wij zijn niet in Italië, al zou je het door deze pizza misschien wel denken. Maar wil je nou weten waar dit prachtige stukje Italië in de provincie is? En op welke andere prachtige plekken we vandaag in de provincie zijn geweest? Blijf dan kijken naar deze aflevering van het Brabants Buske. En dit is warm, dus dat moet. Zo, we zijn in het prachtige buitengebied van Gemonde. En daar zijn we omdat we hier langs moesten komen in het Bloemenhotel. En waar zijn we? Wat is dit voor jou? Dit is mijn passie. En eigenlijk mijn leven. Dus ik werk hier, geef hier workshops. Ja. Wat is nou het mooiste wat jij hier hebt hangen? Van welke bloemen word jij nou vrolijk op dit moment? En vooral ook natuurlijke grassen en zo. Dat is eigenlijk mijn start geweest. Dat is wel onhandig als je hooikoorts hebt. Dat is zeker onhandig. Ja, dan moet je geen gras in huis hebben. Nee, moet je dan niet hebben. Nee. Maar 3 keer raden wie de hooikoorts heeft. Oh, jij? Dus, we gaan lekker naar buiten. Ja, we gaan naar het werk. Dan moet jij ons meenemen, want het is hier ook ontzettend groot. Ik wijs de weg. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, neem zo'n vlaggetje mee als reisleidster. Heerlijk, je hebt wel een lekker plekje hoor hier. Het is hier gewoon geweldig. En iedere dag denk ik ook van, het lijkt wel dat we op vakantie zijn. Ja joh, inderdaad ja. Ja. Oh kijk eens, oh heerlijk dit. Ja. Oké. En je snapt hem al. Ja. Wat we gaan doen. We gaan workshoppen. Nou, ik heb al een beetje voorwerk gedaan, dus de oase in het water gehad. Oh ja, dus dat neemt vocht op. Nou, dit zijn een beetje de materiaaltjes. Ja. Gewoon mos, mosbolletjes, dat hout. Dat is typisch Bloemenhotel, altijd iets met hout. En wat ik ook altijd leuk heb, van het begin af aan, mijn man is hier verantwoordelijk voor. Oh, die, leuk. We gaan beginnen met mos. Okay. Pak het maar. Mag lekker knoeien. Gewoon douwen. Die droog ook in. Ja. En het voordeel is van dit stuk. Nou, we komen helemaal tot bloei. Hè, deze? Ja. Nou jongens, ik vind dit heel, heel rustgevend. Ja, prachtig. Jean, ik zit er eens naar te kijken. Is het wat? Ja, het is prachtig. Ja. Het is heel creatief. Ja, jij gaat natuurlijk ook niet zeggen dat het eigenlijk dat het afschuwelijk is. Nou, nog een cursus nodig. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo van het roze. Dus eigenlijk is de vraag, ik vind het wel mooi. Maar het je wilt een ander kleurtje erbij. Iets gezelligs. We gaan gewoon even kijken in de tuin. Leuk. Lopen jullie mee? Ja. Nou, neem scharen mee. Doodeng. Ja, ik heb hier nog een verborgen hoekje. Want ja, ik heb natuurlijk een gigantische voorraad nodig voor workshops en vooral. Oh, hier joh. Ja, oh, kijk eens hier. Wat hier allemaal ligt. Als wij daar niet terug zijn, allemaal dan heel mooi hout. Dit was precies wat ik zocht. Echt? Ja, want kijk, nu kan dus dit zo. Kers op de taart. Ja. Vind je het mooi? Ik vind het heel mooi. Vind je de originele Roxanne ook mooi? Die is ook heel mooi. Ja? Die zijn eigenlijk allebei even mooi. Oh. Nou, bedankt Melvin. En bedankt Sean voor deze ochtend. Zo. Ja. Heerlijk. Nou, de opnames zijn klaar. Kut. Zal ik hem gewoon beginnen en dan als we Roxanne laten praten, ga jij daar zitten? Doe maar eventjes gewoon. Dan gaat dat toch wel daar 10 seconden mis, toch? Anders... Dat weet jij helemaal niet, Melvin. Jawel.
Ik kom hier helemaal tot rust. We zijn in het buitengebied van Gemonde bij het kapelletje. En we dachten, dit is het perfecte moment om even lekker tot rust te komen. En te kijken wat er op de socials gebeurt. En daarvoor hebben we Roxanne natuurlijk vandaag. Die houdt dat allemaal in de gaten. Wat gebeurt er zoal? Nou ja, Elma die heeft er de vader opgegeven. Die is 82. Arie, 82. En die heeft heel zijn huis versierd. Ja. Konden we helaas niet langs. Maar moet je even kijken wat voor werk die eraan heeft gehad. Ja, dat ziet er prachtig uit. Dat is een rotwerk geweest, denk ik, voor Arie. Ajo, die heeft een leuke middag gehad. Bezigheidstherapie. Ja, en dan hebben we nog Jan. En Jan die wil eigenlijk Ina met zichzelf feliciteren. Oké, want? Want ze zijn 43 jaar getrouwd. Dus hij zegt eigenlijk gefeliciteerd met een extra jaartje mei. Nou, kijk, van harte. Dat vind ik ook wel een felicitatie waard. Dus ook vanaf ons hartelijk gefeliciteerd. En maken daar een hele leuke dag van met z'n tweeën. Dat was het. Ja. Nou, top. Staat erop. Doei! Kom maar achterin, kom maar achterin. Mij dit het toe bevalt, dan kom de maar weer. Jo, zeggen we dan. Want voor even achterin moesten we vandaag naar Zomeren komen, naar Laurens. Want Laurens, die heeft een tuin, in Italiaanse sfeer. Dus dan zeggen we, jo, weet je eigenlijk wat even achterom op zijn Italiaans is, of niet? Sorry? Weet je eigenlijk wat even achterom op zijn Italiaans is? Nee, dat weet ik niet. Mijn lieftallige assistent Roxanne, die heeft het even opgezocht. Oh, die heeft het opgezocht. We gaan even door de achterdeur en dan gaan we dat nu op mijn beste Italiaans zeggen. Passiamo dalla porta sul retro. Kijk eens aan. Het is net alsof ik hier Italië binnenkom lopen. Ja, daar horen we wel meer. Ja. Het is een beetje onverwachts als je hier langs de bakkerij komt gelopen en je komt hier de poort door. En waarom dacht jij, ik ga mijn tuin ombouwen tot Italië? Droom jij over Italië? Ben je als kind fan geworden van het land? Wat is dat het? Nou, ik hou heel erg van pizza. Ja? Sowieso. En toen hadden we zoiets van, kunnen we hier dan geen hout over bouwen? En misschien iets met de bakkerij doen, een combinatie of pizza bakken. En toen hadden we eigenlijk op papier gezet een hout over met een schuurtje erbij. Dus dat was het eerste, okay. Eerste plan. Nou, dus ja, het is, prima uitkomst. Het is iets uit de hand gelopen. Guarda che sole che c'è, un'altra vita per me inizierà, inizia già. Luce fortissima, attraverso la nebbia, vedrò. Wat voor pizza gaan we maken? Salami en margherita. Is dat ook jouw lievelings? Ja. Ja? Hey Laurens, jij bent natuurlijk bakker. Ja. Je hebt een bakkerij. Ja. Maar hoe kom je toch bij pizza bakken? Waarom vind je dat zo leuk? Waar komt toch die passie vandaan dan? Ja, ten eerste vind ik pizza wel heel erg lekker. Ja. Ja. En, dat is handig. Ook, ja. En het is vaak moeilijk om een goede pizza te krijgen in Nederland. Zelfs in Italië valt het wel eens ooit tegen. Dus ik dacht van, ik ga het gewoon zelf maken. Nou, zo, dit ziet er een partij lekker uit. Dit is echt alsof je op vakantie bent. Oh, heerlijk. Even de test van de korst. Oh. U ziet hier een gelukkig mens. Oh. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hallo, jij bent volgens mij Loes, hè? Ja, ik ben Loes. En jij stuurde ons een berichtje en je zei, je moet naar onze straat komen. Ja, het zou leuk zijn als jullie kwamen. Ja, waarom? Wat is hier aan de hand? We hebben allemaal samen gedaan, heel de straat. Samen bijgelegd en hebben we allemaal versiering van gekocht. Ja, ik wou net zeggen. Ik denk, er zijn een paar vlaggetjes opgehangen, maar Gildy en de oranje bom laten ontploffen. Ja, nee, denk het wel. En waarom? Zomaar voor de gezelligheid en saamhorigheid. Ja, is het een beetje een gezellige wijk? Ja, hier wel. Hier wel, op het pleintje. Ja. En wie heeft nou de vlaggen allemaal opgehangen? Was dat jouw taak? Dat was mijn taak samen met Bart. Ja. En Chris, zeg maar. Ja. Ja. De dames ook. De dames hebben ook goed geholpen. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Ja. We zijn vrijdagavond al begonnen. En na de rand zijn we zaterdag om 10:00 begonnen. En toen waren we 4:30 klaar, zeg maar. Jeetje, mina.
Heb je enig idee hoeveel vlaggen hier zijn hangen? Bijna 2 kilometer. Ja. 2 kilometer aan vlaggen? Ja. Och man, en wie gaat het opruimen? Ja, maar voorlopig gaan we het niet opruimen. Want ook al zijn ze uitgeschakeld, bijvoorbeeld in de kwart van de ander, laten we het mooi hangen tot de Olympische Spelen. Oh. En dan gaan we het samen met z'n allen opruimen. Ja joh, ja. Dus het is hier een hele zomerfeest. Ja, daar willen we wel naartoe. Ja, ja. Ja. Ja, dan ga ik hier even, want hier staat er ook iemand te lachen. De buurman te lachen. Ja, de buurman, ja, gij staat te lachen van een afstandje. Ja. Hoe is het hier om te wonen? Ja, eigenlijk gezellig. Ja. Ik was in de plannen van hier verhuizen, maar ik ben altijd bang dat ik niet meer zo'n goede buren vind. Nee, snap ik heel erg goed. En nee. Jij staat ook volgens mij met een, dat is niet de Nederlandse vlag. Nee, dat is de Poolse vlag. Ja, jij bent Pools. Ja, weet je wat, ja, ik ben Pools, maar ik woon hier. Ja, ja. Dus ja. Ik ga met de buren genieten, zeker. Ja. Dat weet ik zeker. Mooi zo. Ja. Hé, Loes. Ja. Is het hier al klaar? Of, Nee, je mag nog wat doen. Oh, nou fijn. We hebben de trap al klaargezet voor jou. Oh ja, fijn. Gaat iemand die wel vasthouden? Ja, die houden toch, die ja, wel vast. Ja. Ja, ja. Maar wat moet er nog gebeuren? De Poolse vlag ophangen. Ja? En we hebben nog die banjo. Ja, daar. Bij jou. Oh ja, hier. Hier. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Wij zijn allemaal. Wij houden van oranje. Ja, houdt iemand hier die trap vast, ja, ja, of niet? Ja, ik wel vast. Ik wou net zeggen. Ik wil niet weten dat jij valt, maar nee. Dat valt wel in mijn armen, hè? Ja, dan hoop ik dat je heel sterk bent. Ja. Waar is die Bart? Bart, daar aan de overkant. Bart, kom eens! Bart! Dus kom, we allemaal kijken. Ja, ik voel wel de druk een beetje opgevoerd worden nu zo. Nou, dat valt wel mee. Komt-ie goed. Ja, maar hey, ik kom er niet allemaal niet doorheen hier, joh. Hou jij de ladder wel vast? Ik hou de ladder wel vast, ja. God. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van oranje, om zijn daden en zijn. We gaan jullie morgen voetbal kijken? Ja. Ja? Gaat Nederland winnen? Denk ik wel. Met hoeveel? Ik denk 3 punten. Met 3 punten. Maar met hoeveel goals gaan ze maken? Weet ik niet. Dat weet je niet. Hoeveel gaan ze scoren? Ik denk 4 keer. Voor 5 of zo. 5? Zo, het wordt hier steeds meer. Nou, dan ga ik even naar de volgende. Loes, met hoeveel gaan ze winnen? 1-0. 1-0. Ja. Oh, je bent iets voorzichtiger. Ja. Even naar de buurvrouw. Gaat Nederland winnen? Nee, die verliezen. Die verliezen, oh kijk, nou, we gaan weer een beetje down. Nou, hier nog even. Gaat Nederland winnen? Ja, met denk ik wel. 2-1. 2-1. Nou, als het hier in deze Oranjestraat ligt, gaat Nederland dus winnen. En, zo, kijk, de stemming zit er hier al goed in. Is dat een speciale EK-borrel? EK-borrel, ja. Het kijk, nippertje. Het nippertje, nou. Heerlijk. Hier, kijk, de stemming zit er al goed in. Ik pak er 2 mee. Ja, dat is goed. Dus. Zo, de stemming zit er hier in ieder geval al goed in, richting de bus. Want een EK-borreltje, daar wil ik de dag best wel mee afsluiten. Kijk eens, nou! Fijne vrouw. Ja, ook aan jou de vraag. Gaat Nederland winnen? Uiteraard. Uiteraard. Wie gaat er scoren? Melvin, gaat Nederland winnen? Zeker. Nou, je hoort het. Wij zijn er hiervan overtuigd. Nederland gaat morgen winnen. En dit was het Brabantse Buske van vandaag. En hier vanuit Eindhoven, de Oranje Boulevard. Ik heb het gewoon even omgedoopt tot de Oranje Boulevard. Zolang het hier versierd blijft, zeggen wij houdoe en fijn weekend. Oh, lekker. Nou. Lekker. Nou.